Meenporto. Oh, dit heb ik nodig. Vandaag heb ik voor jullie smeerwortel, een bijzondere plant die groeit in wild, dus in de natuur. Je kan ook die plant verbouwen in de tuin, maar ja, ik geniet van de omgeving, van de natuur en ga ik proberen gewoon zoeken kruiden die kan ik gebruiken. Maar smeerwortel, zelfs als de naam smeerwortel, heb ik hier nodig alleen de wortel van deze plant. Want de bovenste gedeelte van de plant, je kan niks doen. En eigenlijk, soms lees ik dat je kan thee maken, maar thee, dat is wel eigenlijk giftig. Dus eigenlijk kan je dit niet gebruiken, het is heel slecht voor je longen en voor je lever. Waarom smeerwortel is zo belangrijk? Wat is de inhoud van die smeerwortel? Wat doet die wortel met ons? In die wortel zit anatoline. Anatoline, een extract, die gebruiken ze soms in crème. Ik weet zelf, toen vroeger werkte ik nog in het ziekenhuis op verschone wonden van patiënten, ging ik gebruiken crème met inhoud van anatoline. Wat doet die anatoline met ons? Anatoline zorgt dat die wonden gingen snel genezen. Dat die ontstoken huid ging wel goed worden. Zelfs bij als je hebt bevroren, hoe noem je dat? Bevriezende delen van je lichaam in kou kan je het ook met de smeerwortel insmeren. Je kan ook voor je gewrichten, voor je reumatische pijn. Dus eigenlijk, die wortel heeft heel goede werking. En weet jullie nog, kennen jullie ook zeker die gevallen dat patiënten die liggen heel lang plat, krijgen ze lichtplekken. Die anatoline zorgt dat komt beter goede doorbloeding. Zelfs als je hebt gekneusde knie of sporters, die kunnen van smeerwortel crème gebruiken om insmeren pijnlijke delen van je lichaam. Hoe zou ik die smeerwortel crème maken? Dan laat ik jullie ooit zien via als ik thuis ben. Maar ik weet vroeger, mijn opa die deed met varkensvet, ging die smelten en die schone smeerwortel daar doorheen. Maar ja, varkensvet, ja, dat was misschien 30, 40 jaar geleden. Ik heb proberen dit beetje op moderne, frisse manier verwerken. Ik had het verwerken met olie en dan ga ik toevoegen bijenwas. En bijenwas, dan kan je zelfs het crème gebruiken voor je gezicht, voor je lichaam. Waar heb je rode plekken en gewoon dat je heel lang jong blijft. Want de huid wordt heel mooi elastisch en soepel. Dus jongens, wees niet bang, ga maar even in de natuur, zoek maar die smeerwortel. Die bloeit misschien nu in Nederland hier wit, maar in Polen bloeit die bij ons paars. Dus eigenlijk lekker opzoeken en plukken. Ja, plukken. Ja, graven jongens. Dus tot zo en doei! Hey jongens, hebben jullie gezien waar hebben we smeerwortel geplukt? En in natuur. Maar ja, als je durft niet en denk je, nou ik weet niet of ik heb een goede plant. Je kan ook bij kruidenwinkel gewoon smeerwortel kopen in gedroogde consistentie. Maar die mensen die wat hebben zelf wortel geplukt, net zoals ik. Je moet zorgen dat die zandvrij is. Dus ik heb hem heel goed doorgespoeld door water. Je kan hem op twee verschillende manieren doen. Je kan hem, eigenlijk als je zoveel hebt, je kan niet gelijk één keer bewerken. Het is wel verstandig als je hem heel fijn hakt en laat je op theedoek of op papier laten drogen. Je moet wel niet schrikken, want als je gaat hem snijden, dan komt een soort slijm, een beetje plakkerig. Dan gaat hij gewoon plakken aan jouw mes. En ja, dat kan wel, je kan niks aan doen. Maar je kan hem zo drogen, dan kan je hem ook later gebruiken. Want van droge wortel kan je ook lekker crème maken. Jongens, ik wil je nu laten zien hoe kan je bewerken gedroogde smeerwortel. Natuurlijk, hij is droog, maar als je wil maximaal die anatoline, fenolen en nog andere, dat komt denk ik in beeld links of rechts wat ze daarin, want ik kan niet in Nederlands voor jullie dit vertalen. Maar wat ik wou zeggen, als je dit gedroogd hebt, doe je in zo'n teltje. Ga je dit vullen met anderhalf glas, twee glas olie.
doe je een teutje in de pan met water. En dat ga je 1 uur stomen, 1 dag. Dat die gedroogde stoffen, anatoline, wat zit daarin, dat die even vrijkomt. Nou, dan zet je uit. En de tweede dag doe je hetzelfde. En de derde dag doe je dat weer. Dan maak je gewoon eigenlijk maximale, trek je alles van die wortel. En als jullie zien, die wortel is vrij van kleine stukjes. Ja, dit is een kleine, dat die wat ik heb gesneden. Maar ja, als het stukjes is heel droog, dan kan je nog beter malen. Als je de derde dag klaar bent met het verwarmen, dat wortel 1 uur, gaan we dit zeven door mijn schone doek. Jullie moeten niet schrikken, want dat jullie weten. Als jullie mijn vorige filmpjes gezien, ik gebruik dit puur voor de crème en dat is uitgekookte, wel schone doek. Dat ga ik nu hier zeven. Oké, jongens. Dus als jullie hebben heel goed opgelet op mijn filmpje met paardenbloemencrème, je moet zorgen dat je hebt verhouding 7 tot 1. Dus als hebben we 300 ml vloeistof en doen we dit door 7, dan hebben we ongeveer 40 gram nodig voor onze crème. Dus ik heb hier nog kleine druppels, bolletjes was. En dat is gewoon bijenwas. Dat is ook heel goed, want dat voedt ook onze huid. En ja, eigenlijk moet je zo zien dat die smeerwortel, dat noemen wij in Pools zivokos. Dat betekent letterlijk voeding voor onze botten of kraakbeen. Dus door dat mengsel nu lekker verwarmen, je zorg je dat die was gaat smelten. Kijk jongens, ik heb die pan aangezet, maar ik heb nu wel gas uitgezet. Dat laat ik hem zelf de was smelten, want je moet niet aan de kook brengen. Je moet eigenlijk niet warmer dan 60 graden. Dus ja, je moet een beetje lauw en als je ziet, geef maar gewoon tijd. Niet dat het je gaat versnellen, want dan vergiet je die anatoline, fenolen. En dat is juist niet de bedoeling. Als jullie zien, mijn was is opgelost. Dan ga ik weer terug in mijn beker doen. En dan kan je nu dit wel in potjes overgieten. Die zijn eerder gewoon uitgekookt. En dan gaan we nu ze vullen. En laat je gewoon ze lekker afkoelen. Ik ben klaar met mijn crème, dus jullie zien, geven we nu tijd om te lekker afkoelen. Als is het afgekoeld, doe je dopje dicht en dat is gewoon klaar. Maar ja, stel maar, denk je, dat is voor mij te veel werk. Ik ga geen bijenwas halen, ik ga niet in de keuken 3 dagen achter elkaar zitten en te werken. Je kan nog anders doen, dat die gedroogde wortel, doe je in de pan en doe je 1 liter water. Laat je er schenken, kokend water. En laat je half uur onder dekseltje afkoelen. Na half uur kan je hem zeven. En die vocht, als je bad hebt, dan doe je in de bad. Dan ga je lekker in de bad. En dat is wel lekker rustgevend voor patiënten. Wat hebben ze psoriasis en last van huid. En dat die huid wordt een beetje geregeneerd. Geregeneerd denk ik. Help me. En jongens, als jullie dat echt leuk vinden, mijn filmpjes, ga me abonneren of duimpje omhoog. En dan kan ik wel zien dat ik moet nog veel meer aan jullie laten zien wat de natuur ons gaat bieden. Jongens, hebben jullie gezien hoe maak je crème? En die crème, wanneer ga je gebruiken? Gebruik je gewoon voor pijnlijke rug, waar je klachten hebt. Zelfs kan je hem gebruiken als crème voor je huid. Want dat verzacht, regeneert jouw huid. Bij patiënten met lichtplekken kan je gebruiken. Als je bevriezingen of verse wonden kan je ook insmeren. En dan gaat hij sneller genezen. Maar stel maar, je hebt gekneusde knie, enkel.
En denk je, nou, dat duurt zo lang. De arts zegt, ja, je moet tot 3 tot 5 weken rust nemen. Je kan ook smeerwortel daar gebruiken. Waarom zeg ik dat? Ik heb bewijs van. Ik heb opgelopen gekneusde knie. Ik ben nu aan de 3e dag. Lekker compress maken van smeerwortel. Maar hoe maak je dat? Ga je die smeerwortel blenden. Blenden door apparaat dat je iemand kan heel fijn hakken. Dan heb je een soort smeerwortel. En wat ga je daar toevoegen? Ga je toevoegen een klein beetje kokosolie. Iedereen kan dat wel. Dat papje een beetje dik wordt. Ja, dat ziet er niet lekker uit. Want dat is niet om te opeten. Dat is goed voor je knie. Of ja, gewoon sportblessure. Wat gaan we verder doen? Je zorg, als je het zo'n papje hebt gemaakt, pak je, in dit geval pak ik gewoon keukenrolpapier. Je kan ook haasje doen. Dan doe je die pap erop. En dan ga je lekker dit uitstrijken, heel dun, dun laagje. Oké, als je klaar bent met zo onze keukenrolpapier, of mag niet uit wat voor doek, je kan ook theedoek doen. Dan ga je zorgen dat je gaat je knie of enkel met dit spul verbanden. Als jullie zien, ik had opgelopen gekneusde linkerknie. Ga ik met dit gewoon lekker dit verbanden. Ga je niet te strak doen met elastische band. Gewoon lekker dat het lekker zit. Lekker vast. En als jullie zien, ik ben klaar. En met zo verbanden knie of enkel, ga je lekker slapen. En ik garandeer je wel dat dat helpt. Want na mijn 4e dag, ik kan nu veel beter lopen. En natuurlijk, de anatoline, ja, die gaat wonden verrichten, zou ik zeggen. Jongens, ik hoop dat jullie hebben heel veel geleerd van mijn experiment van de natuur. En als jullie zien, mijn crème is bijna gestold. Lekker dopje erop. Is heel handig mee te nemen op vakantie in je handtas. En ik hoop jullie weer snel te zien. En ga maar verder kijken. Geef me tips wat je wil ook meer weten. Dus wie weet, ik maak voor jullie nog een nieuwe filmpje. Doei!